welkom weer bij een nieuwe weekvlog. Weekvlog 20. The day after. Gisteren hebben Den zijn verjaardag gevierd. Morgen is hij best echt jarig, maar we hebben het gisteravond, of gisteren, eigenlijk de hele dag vanaf 2:00 of 4:00, we hebben het wel erg gezellig gehad. En vandaag is het de day after. Gewoon lekker een chill zondag. Niet heel veel gedaan nog. Nou, het weer laat het ook niet echt over om iets te doen. Het is echt een beetje somber weer. Maar goed, het is wat het is. Het hoeft niet elke dag feest te zijn. In ieder geval gezellig gehad. En jullie allemaal, bedankt ook alvast voor alle lieve, leuke felicitaties die jullie aan Dennis en ook aan mij gedaan hebben voor zijn verjaardag. Ik vertelde het natuurlijk aan het eind van het vorige week vlog dat Den morgen jarig is, de 10e. Dus daar kwamen ook al behoorlijk wat felicitaties voor binnen. Dus dank jullie wel daarvoor. Superleuk, superlief ook weer. En nu gaan we dus weer een nieuw weekvlogje opstarten. Geen idee wat de week gaat brengen. Maar dat is eigenlijk altijd zo. We zien het wel weer hoe het allemaal gaat lopen. Dus in ieder geval alvast weer heel veel plezier met het kijken van dit weekvlog. Mocht je vaker kijken, maar nog niet geabonneerd zijn op mijn kanaal, dan zou ik het heel erg tof vinden als je je abonneert op mijn kanaal. Door eventjes gratis en voor niks op de abonneerknop te klikken die je hieronder vindt. Als daar nog steeds staat abonneren, klik er vooral eventjes op. Dan ben je geabonneerd op mijn kanaal. Er is geen kosten aan verbonden. En als je dan op die knop geklikt hebt, dan verschijnt er ook een belletje. En als je die dan aantikt, dan kun je dus ook nog de meldingen aanzetten. En dan krijg je dus in het vervolg, als er een nieuwe video komt op mijn kanaal, een melding. Dan mis je dus helemaal niks. En mocht je deze video leuk gevonden hebben, geef hem even een duim omhoog. Want dan zet je ook YouTube aan het werk. Dan gaat het algoritme lekker aan de gang. En dan gaan meer mensen nog kennis maken met mijn kanaal. Omdat ik aanbevelingen krijg op allerlei andere plekken. En daarmee zorgen jullie er dus ook voor dat mijn kanaal lekker blijft groeien. En dan maken jullie mij heel erg happy mee. Want dat vind ik natuurlijk hartstikke leuk als het gewoon lekker blijft groeien. En laat ook gewoon gezellig weer eventjes een reactie achter onder deze video. Want die vinden we ook altijd erg leuk om te lezen. Dus dat weer, het standaard deeltje. We gaan even naar buiten toe. Want Den die gaat even wat weghalen. We hebben al een tijdje van de plakfolie hier op het raam zitten. Ja, die blijft over het algemeen altijd wel goed zitten. Maar die op onze deur, die is dus al meerdere malen naar beneden gestort. Dag Den. Hallo. Of hadden we nu zoiets van... ja, ook een beetje viezig, vatsig. Ja. Met plakbandjes was dat vastgeplakt. Dus tijd voor wat nieuws. Zo, ja. Voor je gaat beginnen. Misschien nog even een rondleiding door de tuin weer. Even een tuinupdateje. Oké, let op. Dit is het. Dus, deukbaarheid af. Nee, nou misschien in reacties daaronder. Pepper misschien. Die wisten dus ook al te vertellen. En dat was een korenbloem. Dat dit geen kattenkruid is. Nee, Miranda, het is geen kattenkruid, het is een korenbloem. Ja, nou voor hetzelfde geld heb ze het wel gezegd en dat wij er gewoon. Nee. Maar volgens mij is het. Ze zei vorig jaar: ik maak een stekje van kattenkruid voor jullie voor de poezels. Ja. En dat had ze dus ook vorig jaar, dat ze hier was samen met Eva pittig meegenomen. Het is dus korenbloem. Ja, het zijn wel leuke bloemetjes. Zeker. Er zit allemaal nog kap. Maar Peppert, ja, ben je helemaal happy gemaakt met kattenkruid? Is het er gewoon niet. Deze komen ook langzamerhand, ja. Hè? Hortensias. Ja. Hier, dit zijn een hele berg zonnebloemen. Ja, die komen goed op. Lekker. Maar die gaan we natuurlijk wel even Het gaat toch uitgedund worden? Ik denk dat er worden. De grootste dat er dan 3 in blijven staan en dan houdt het wel een beetje op, want het is een behoorlijk gewicht. Ja, en als ze weer gaan doen zoals voorgaande jaren ook, heb je weer meerdere koppen in één zitten. Dus... Maar! Kijk, en dit is dan ook nog onze mixbak. Een mixbak. Dat gaat ook lekker. Dit is ook een mixbak met plantjes, maar... Ja, mysterie. Nieuw mysterie. Wat komt hier ineens omhoog schieten? Kijk, hier nog eentje. Hier hebben klavertjes 4 in gestaan. Die zijn ook wel vaker opgekomen. Die zien we nu niet. Deze hebben we gekocht, hebben we erin gezet. En ineens, vorig jaar... Mulbeck is ook al dood, zie ik trouwens. Huh? Ja. Mulbeck is ook al dood. Vorig jaar hebben we dit ook niet gehad in deze bak. En ineens komt er... En ik denk zelf... Kijk, hier zitten ook nog bloempjes, kijk. Ik denk zelf... Misschien is het een kruiper, weet je? Dat die zo lang is en zo dit gaat doen. En volgens mij heb ik ooit eens... Dat jaar daarvoor hadden we bij de dekenmarkt kon je van die zaden. Volgens mij heb ik toen ook eens of watermeloen of pompoen zaden. Of dat hierin is. Maar dat is nooit opgekomen. En deze gaat zo snel.
En het lijkt wel een beetje... Is dit misschien een van dat of zo? Dat het vorig jaar... Een hoge kop watermeloen. Dat het vorig jaar niet... Ja, waar moet het, wat moeten we hier... Maar goed, maakt niet uit. We laten hem gewoon lekker gaan. En misschien dat mensen hem herkennen. En zeggen, oh ja, ik weet wat dat is. Wat een rare... We hebben in ieder geval... Dan ben eens even met rust. Want dat was wat de lange kant op te kennen. Ze het niet zien. In ieder geval niet gezaaid. En mogelijk is het iets van vorig jaar dan. Laat het vooral weten in de reacties. Kijk, hier nog een mixbak. Nou, die gaat al helemaal lekker. Ja, die hebben we net allemaal laten zien. Dan hebben we hier ook nog een bak met zonnebloemen. Ook dat gaan we nog even uitdunnen. Dat kan ook wel lekker op. Hier plantjes. Deze vind ik ook een beetje raar doen. Die best is dit. Een rare stok. Ja, dat hebben we geplant. Maar dat wordt ook. Kijk, deze. Kijk, dit is, dit is gewoon ja, helemaal. We hebben er een paar keer op zitten. Ja, maar kijk. Die, nee. Er zitten slakken. Die hebben het helemaal opgefroten. Oh. Ja, dit is een hele groene hoek van de braam. Die komt zelfs deze kant al helemaal op. En ons bessenboompie. Maar ja, die doet ook een beetje raar. Ik vind wel dat die hele rare, vergeleken met die van mijn ouders, denk ik wel, wat doe je? Hij woekert heel erg. Ja, maar hele rare... Oh, dit is... Ja, ik heb er waarschijnlijk... Ja, ze springen gaan. Erin. Ja. Zonde. Hier, dit. Oké, maar... Dus. Ja, dat. Maar, zagen ook al, even kijken of ik ze een keer vind hoor. We hebben al wat babybesjes gezien ook. Oh, kijk hier. De babybesjes. Dus ja, dat gaat hier ook gewoon lekker zijn gangetje. Hier nog een mooie hortensia. Hier is onze aardbei. Nou, dat zie je ook. Enorme grote bladeren. Maar ook wel aardbeitjes. En hij blijft gewoon alle kanten opsprieten ook. Dus wie weet dat het nog wel lukt om nog wat stekken te maken ook. Want dit is uiteindelijk ook een stekje geweest van vorig jaar. Hier nog een mixbak. Nou, deze bak. Ik denk niet dat hij nog wat gaat doen, maar er heeft natuurlijk een paar keer met de dikke kont in gezeten van de week. Nou, de zijkant. En lekker in zitten graven. Hier nog een mixbak. En onze munt. De Marokkaanse munt, die gaat ook weer lekker. Kijk hier, zie je, dit komt er gewoon op. Dat heb je gezaaid. Maar we zouden eventueel anders een zonnebloem er nog in kunnen zetten. Ja, maken we er nog een zonnebloemenbak van. Die bak is niet zo groot. Voor, als er al wat wind komt, dan gaat die snel om. Oh, ik voel regen. Ja, dus dat. Updateje van de tuin. Updateje. Wat een groene thee. Updateje, niet theetje, deetje. En dan gaan we dus zo direct eventjes nieuw folie op het raam van de deur plakken. En dan gaan we straks maar eens eventjes eten regelen. Ook dat doen we gewoon lekker chill vandaag. Gewoon lekker rustig aan. Ik ga straks ook weer lekker aan de haak aan mijn deken. Ook daar wordt echt volop over gereageerd. Niet eens alleen onder het weekvlog van vorige week, maar ook op Facebook en op Instagram waar ik het allemaal geplaatst heb. Iedereen heeft echt zoiets van, wat wordt die gaaf, wat wordt die mooi. Dat gaan jullie deze week ook geheid nog wel eventjes voorbij zien komen. Waar ik op dat moment dan ben met de deken. Ik heb inmiddels 7 volgens mij, of ik ben bezig met rondje 7 van de rand. De rand is echt heel erg breed, die bestaat uit... 45 toeren volgens mij. Dus daar ben ik voorlopig ook nog wel even zoet mee. Maar dat haakt echt zo ontzettend lekker weg. Dus daar gaan jullie deze week ook geit vast en zeker meer over zien ook nog. Dus ja, een nieuwe weekvlog is weer begonnen. Ik ga jullie in ieder geval weer heel veel plezier wensen met het kijken. Laat je gewoon weer lekker verrassen met alles wat aan bod gaat komen. We gaan jullie gewoon weer proberen zoveel mogelijk met leuke dingetjes mee te nemen ook. Op creatief vlak of... andere vlakken. Maar gaan het in ieder geval zien wat er deze week gaat brengen. Geniet er gewoon lekker van. Pak lekker weer even wat te drinken erbij. Plof lekker neer. Pak je haakwerk erbij. Breiwerk of strijkwerk of wat je ook doet. En dan kun je gewoon weer eventjes lekker een momentje van ontspanning pakken. En dan nemen jullie deze week weer lekker mee in al onze belevenissen.
Zo, een goedemorgen op deze maandag 10 juni. Dan zijn verjaardag. Hij is nu echt officieel jarig. Ik heb hem natuurlijk al uitgebreid gefeliciteerd en een cadeautje gegeven. Maar voor mij is het vandaag ook uitpaktijd. Want ik had jullie natuurlijk in mijn vorige weekvlog al laten zien dat ik een steekmarkeerder adventkalender weer heb van Amelisli. Excuus, ik heb een beetje een rare kriebel in mijn keel. Maar goed, ik heb dus een steekmarkeerder set weer van Amelisli. Die heb ik natuurlijk in de vorige video laten zien. Voor degenen die dat gemist hebben. Dit is een 12 Days in Japan steekmarkeerder adventkalender. Derde keer nu inmiddels dat ik een adventkalender op deze manier van Amelisli in huis heb. Vorig jaar was het de 12 Days of Summer. Daar begon het toen mee. 12 hele leuke steekmarkeerders gehad. Met Vlogmas heb ik er ook eentje uitgepakt. Er waren ook 12 ontzettend leuke kerstige steekmarkeerders allemaal. En nu dus het thema Japans. En dan mag ik dus ook weer de komende 12 dagen een pakketje uit gaan pakken. Dus echt ontzettend leuk. En het is vandaag de 10e. Dus ik mag vandaag gaan beginnen met uitpakken. Dus ik heb even de tas erbij gepakt. En dan ga ik gewoon even alles eruit halen. Want er zit echt ontzettend veel in. Oké, het begint wel goed. Hier staat extra dag 1 op, dus die mag ik. Dag 2 zit er wat in. Dag 4, dag 6, dag 8, dag 10, 11 en 12. Er zitten een hoop extraatjes in. Leuk. En dan zijn dit waarschijnlijk alle steekmarkeerders. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 en 12. Ja, oké. Nou, dan gaan we die van dag 1 erbij pakken. Dan doen we de andere weer even terug in het tasje. Dan blijft alles mooi bij elkaar. Zo. En dan gaan we de pakjes even uitpakken. Dag 1 extraatje. Die ga ik gewoon als eerste even pakken, uitpakken. Het zijn een soort van snoepjes, denk ik. Het gelijk goed. Ik pak die met sinaasappelsmaak. En als ik iets niet lekker vind, zijn het sinaasappelsmaakjes. Dus nee. Die ga ik doorgeven aan Demmer. Dat is een snoepje. Echt zo'n wijngum-achtig dingetje, denk ik. Dit is dan een mochi. Custard mochi. Custard wrapped in sweet rice dough. Dus dat is custard ingepakt in zoete rijstdeeg. En dit is dan in raspberry. Dat is framboos volgens mij. En ik heb er nog eentje in lemon. Ga ik later eventjes proberen. Ga ik nu nog niet doen. En het pakketje met steekmarkeerder van dag 1. En ook allemaal weer van die leuke zakjes die ze gebruikt heeft. Van die leuke hardzakjes. Oh, leuk. Ik zal even zo doen, dan kunnen jullie hem denk ik wel goed zien. Kijk. Een heel leuk, schattig kattenkopje. Oh. Zie jullie? Superleuk. En dat hangt dan aan zo'n leuk kaartje van Amelisli steekmarkeerders. Want ze maakt ze dus heel veel zelf ook. En het is zo ontzettend leuk. Ze hebben echt
zoveel steekmarkeerders op de markt gebracht. En nu dus hele leuke exclusieve steekmarkeerders dus in dit pakket. Leuk. Het begint dus met een leuk katje. Super. De kop is eraf. Helemaal leuk. Dan gaan we weer 12 leuke steekmarkeerders verzamelen. Dus dat zien jullie mij de komende 12 dagen ook gewoon lekker doen. Elke dag dus een pakketje uitpakken. Heel veel zin in. Heel benieuwd wat voor leuke collectie steekmarkeerders ik straks aan het eind van de rit heb. Maar ja, dat zullen vast en zeker allemaal wel weer hele leuke worden. Maar goed, dat was die. Morgen gaan we natuurlijk dag 2 uitpakken. Ik zal straks nog even een leuk fotootje maken ook van dag 1. Want dat had ik ook beloofd dat ik dat dan op Instagram eventjes zou delen voor Alexa. Dat gaan we straks ook nog even doen, een fotootje maken. Deze verjaardag vandaag dus, officieel. Het is de 10e. Dus wij gaan straks, of tenminste ik ga straks mijn moeder eventjes ophalen. Als het goed genoeg is. Ik heb er vanmorgen wel gesproken. Maar even kijken hoe ze straks is aan het eind van de middag. Of ze nog genoeg energie over heeft. Dan gaan we kijken of we er hierheen kunnen halen. Want ze had ook zoiets van, ik wil eigenlijk de katten ook nog wel weer even een keertje zien. Dus dan haal ik er hierheen. Gaan we lekker even een hapje eten met haar. En dan breng ik haar weer terug. Maar mocht ze dat niet aankunnen. Dan gaan we gewoon die kant op naar haar toe. Dan gaan we daar gewoon lekker even een hapje eten met haar. Onder het mom van deze verjaardag eventjes vieren. Dus ja, dat gaan wij vandaag eventjes doen. Dennis die is momenteel nog comatoos. Hij ligt nog in zijn bed. Nou, het wordt inmiddels al wel wat. Dus ik ga hem er zo direct maar eens eventjes uit vandaan scheuren. En dan kan onze dag in ieder geval lekker gaan beginnen. Dus ja, dat. Twee pakketjes dus uitgepakt voor de steekmarkeerde set van Amelisli. En we gaan dus gewoon vandaag lekker nog eventjes deze verjaardag vieren. Natuurlijk afgelopen zaterdag al gedaan met vrienden en familie hier thuis. Dat was enorm gezellig. En nu dus vandaag nog eventjes op de dag zelf met mijn moeder. Dus ja, dat gaan wij vandaag lekker doen. Dag Den. Den verstopt, aan het spelen. Ja. Je was gisteren helemaal niet in beeld. Je was gisteren jarige Joppert. Ja, en wat wel dan? Had je wel gefilmd gisteren? Ja, want ik moest gisteren ook mijn allereerste pakketje uitpakken van Amelisli. Oh. Dus nu is duidelijk dat ik een jaar ouder ben. Plus een dag. Dat is natuurlijk, ja. Ik heb ook niet geschoren vandaag. Nee, je ziet er ook gelijk heel oud uit. Oh, wat erg. Ja. En dan komen we net thuis. Ja. Voel je ook oud? Ja, heel erg. Maar ja, niet meer ouder worden is ook niet goed. Nee, dat is waar. We moeten blij zijn dat we ouder worden. Precies. Ja. Dus, ga je doen? Ik ga weer steekmarkeerder uitpakken. Je weet nu al dat het er zit niet zo in je... Kijk, mensen zien dat niet, maar zij zit dus gewoon nu... Ik heb een bloedneus. Een bloedneus? Ja. Laat kijken. Oh ja, je hebt een beetje bloedneus. Ja. Wacht, geef hem maar mij, kan ik inzoomen? Nee. Jawel, want het scoort enorm op YouTube. Nee. Oh. Ga jij maar gewoon even gezellig tegen je eigen kletsen. Hoe was jouw verjaardag? Oh ja, ik kijk nu weer richting het schermpje, maar ik moet in de lens kijken. Ja, leuk hoor. Zaterdag gevierd en maandag... gisteren was ik dus echt jarig, maandag de 10e. Toen hebben we schoonmoeder, moeder van Mike, even opgehaald. Dat ging. Lekker Chineesje gehaald. Mijn ouders zijn nog langsgekomen extra, die waren de zaterdag ook. Samen lekker gegeten. En we zijn nu net terug uit Schagen vandaan. Ook bij Trace vandaan. Want we hadden natuurlijk, als je Chinees haalt, dan heb je altijd genoeg voor 2 dagen. Dus we hadden nog lekker Chinees over, dus dat hebben we net opgegeten. Dan even langs de hond uitgegaan. En hoe is het met je bloedneus? Oh, hij is weg. Ja. Nou, zo wel... Neem ik hem weer over. Daar kan je cadeautje van laten zien. Want dat is wel even leuk om te laten zien wat je hebt gehaald. Mijn cadeautje? Je ijsklompkussen. Oh, die. Ik wou zeggen, want die bonnen die liggen boven. Maar omdat nou, dat is niet zo heel speciaal om te laten zien van... Hé, dat is iets aparts of zo. Dat zijn, ja, dat kussen. Ja, want ik heb altijd...
Kan ik wel even laten voelen aan jullie zo? Nou, niet alleen de handen. Dennis is gewoon de menselijke ijsklomp. Heb ik dus koude handen. Ja, neem me nu niet. Hier, voel. Nee, ga weg. Zie je. Ga op. Ik heb ook koude handen. Ja, koude handen, koude voeten. En in de winter... Nog erger. Dit is een kussen. Kijk naar dit kussen. Mooi groen kussen. Maar dat is nog niet alles. Er zit een knopje aan. Een knopje. En wat doet dat knopje? Bloedoem. Gaat rood branden. Mooi kussen, hè? Met een rood lampje. En dan verwarmt hij. Maar, zullen jullie denken, hoe verwarmt hij dan? Nou, dat ga ik uitleggen. Er zit een warmte-element in de kussen. Er zit er. Hier. In het donkere, over de hele lengte, zit er een warmtespiraal. En erin zit dus, even graaien. Het is eigenlijk heel simpel, gewoon, want je kan er ook een ander op aansluiten hoor. Dit is een USB. Dit is een battery pack, een accu. Een powerbank. Een powerbank. Nou, die kan je nog een stuk verderop, kan je die eventueel ook opladen. Of je kan hem verder wegleggen. Zit een oplader bij. En nu... Nou, hij is nog vrij vol. Ja. En dan gaat hij dus lekker opwarmen. En als je zegt van, nou, mijn voetjes zijn warm. Dan ga je er gewoon lekker zitten. Ja. Dus het is lekkerder dan die warm waterkruip die je altijd doet. Dat weet ik nog niet. Maar dit voelt in ieder geval lekkerder aan. Dit is wel, ja, dit is wel dat lekker. Dat is een vreselijk harde kruip. Ja. Dus apart. Ja. Of apart is een leuke... Handig en nuttig. Ja. Ja. Zie je, oh, hier voel ik het al. Oeh. Lekker. Ja, lekker. Dan kan ik niet van, nou, oeh, je buik. Nee, het is mijn warmtekussen. Kan ik dan zeggen. Het is wel lekker voor je buikkrampjes. Een warmtekussentje er tegenaan dan. Ja. Ja. Nou, valt bijna niet op. Nee, toch? Nee. Dus, nou, bed afgehaald. Zo even opmaken. Een aantal wasjes gedaan. Oh. Afwasmachine. Ja. Morgen een klusjesman. Morgen kusje man, vanmorgen ben ik naar Schagen natuurlijk ook weer voor Tara geweest, uitgelaten. Ja. Oh, dit is de lader. Dus. Nou, dan... Ja, vanmorgen een klusje gewoon, ja. Ben ik weer even in beeld. Dat is gelijk weer schrikken. Beetje, ja, ik ben gefatsoeneerd. Kijk, daar ben ik. Ja, het is donker. Oh, is het donker? Dat zien ze niet. Waarom niet? Wat een tegenlicht gehad. Een coole check. Dan Luc. Oude plofkip ben je. Als ik bij de KFC kom te liggen, heb je waar voor je geld, ja? Ik heb genoeg vlees. Uh-huh. En deze ook leuk. Ja. Nogal meer kaarten, maar dit zijn de... De leukste. De... Grappigste. Oh, deze vind ik ook groot. Ik vind die tekst is ook leuk. Een dagje ouder maakt alleen uit als je een banaan bent. Ik ben geen banaan. Nee. Nee, want je ligt ook nog steeds niet op een fruitschaal. Nee. Wel hier en daar wat fruitvliegjes. Goed. We gaan weer even uitpakken. Ik wil uitpakken. Dag 2, ja, geef maar naar mij. Geef eens hier, ik wil even laten zien. Uitleggen, nou, dit is het. Kijk, vandaag weer 2 pakketjes. Extra voor dag 2 en gewoon het... Extra? Ja, extra. Extra, extra. Oh ja, geef maar. Nee. Hou op. Geef maar. Hou op. Oké. Okay. Oh, let op. Het is echt het is alle kanten. Het waait een beetje in huis. Woei! Ja, netjes hoor. Oh, ik word echt zo moe van af en toe. Echt, af en toe. Maar goed. Ik begin eventjes met het extra pakketje. Oh, handig. Heb je al verteld van die kater in de tuin? Nee, ik ben even bezig nu. Ja. Dan doe je straks even vertellen van die kater. Kijk, heb ik in de voorgaande kalenders ook gehad.
een handige ring om uiteindelijk alle steekmarkeerders aan op te hangen. Ik ga even kijken of... Super handig. Dus daar ben ik weer heel blij mee. En dat je gelijk een mooie ring om al je steekmarkeerders dus aan op te hangen. Netjes allemaal mooi bij elkaar. En dan de tweede steekmarkeerder. Oh, leuk. Gisteren hadden we een kat. En nu een panda. Een panda is ook wel echt iets Japans. Ook echt weer zo'n hele mooie steekmarkeerder. En wat ik ook heel fijn vind van deze steekmarkeerders. Het zijn dus van deze openingen. Ze zijn zeg maar van die oorbelletjes, zeg maar. Dus die kun je zelfs in de kleinste steker kun je ze kwijt. Het grote voordeel daarvan is dus dat je niet van die hele grote gaten daardoor krijgt in je werk ook. Dus dat is heel erg fijn. Maar weer een superleuk steekmarkeerdertje. Een pandaatje. Leuk. Dus, die. En een oorbel. Nee, dat is de steekmarkeerder. En dit is de ring uiteindelijk waar alle steekmarkeerders weer aan opgehangen kunnen worden. Die andere twee kalenders ook gehad. Dus, dat. Ik ga lekker aan de haak. Ik ga weer verder met mijn deken. Dat gaat ook inmiddels alweer lekker. Ga ik jullie van de week nog wel weer eventjes laten zien hoe dat gestaagd vordert. Dennis die is ondertussen weer heel erg aan het zeinen hier ook. Ja, ik wou nog eventjes vertellen over die kater. Maar wat vind ik ook? Een kwast. Nee, het is een make-up kwast. Nou. Oké, maar, wat ik zeg wel. Oeh, hij is een beetje donker. Ja, omdat je tegenlicht hebt. Daarom zit ik er ook schuin voor. Ja. Nou, ja, en lekker door het schermpje om te gaan draaien krijg je niet beter beeld. Nee, even hoor. Zo. Weer donker. Ja, hi. Er was eens een kater. Een rode kater bij ons in de tuin gesprongen. Maar onze katten kunnen natuurlijk de tuin niet uit. Die kater die dacht, nou tenminste nee, Rebel zei oeh, en die kater zei oeh. En toen was die kater dus in de tuin gesprongen, maar die kon er niet meer uit. Nee, en die dacht toen, aaah. Ja, en die was af en toe hoorde ik al, ik denk, ik zie je niet, maar we hadden de kat al binnengehouden. Ik denk van, als hij in de tuin springt, want hij was al een beetje omcirkelde beweging aan het maken. Bleek hij dus in de overkapping te zitten. Ja. Wij naar buiten, overkapping. Nou, die kat in het nauw. Maakt rare sprongen. Ja, uiteindelijk was hij toch, heeft hij iets voor elkaar gekregen om uit de tuin te ontsnappen. Maar later, weer, is hij weer in de tuin. Ja, met als gevolg ook weer naar sprongen. Ja. Plantjes gesloopt, vogelhuisjes gesloopt. Weet ik van alles. Echt. Ja, dat is natuurlijk vervelend als er een loslopende kater, dat is op zich niet, maar een loslopende, ongekastreerde kater, die dan in een tuin springt en daar eigenlijk niet meer uit kan, waardoor onze katten niet naar buiten kunnen. En hier de boel onderzeikt en de plantjes kapot maakt. Dat is een beetje jammer. Ja. Dus nu dat ik ook zeg, ik heb nu de deur weer open. Gekeken of hij er niet is. Hij is er niet. Ik hoop dat die tweede keer, dat hij zo goed geschrokken is, dat hij denkt, hé, dat moet ik niet meer doen. Dat hoop ik ook. Ja. Dat is, want wij moeten de dames binnen. De Rebel die is weer de schruizig, dus die moet sowieso dan binnen blijven. Maar, kijk, als ze het buiten doen en die kater is en zo'n catfight zit er ook niet op te wachten. Niet echt, nee. Dat is... Nee. Met een beetje pech komen ze daar ook niet goed uit. Dus dat willen we allemaal niet. Nee, dus dat. Dus we moeten goed in de gaten houden. Wacht, had jij daar een fotootje van gemaakt? Toen liep hij over het dak heen. Ja, maar dat maakt het niet uit. Het beest is weg. Het is een... Rebel? Ja. Niet de vriendje voor jou. Nee. Nou, denkt zij, ik denk wel dat ik wel een vriend. Nee, want hij was niet knap ook. Was niet een knappe... Alleen knappe kerels zijn toegestaan. Oh. Goed. Ik ga lekker aan de haak. Ja. Jij gaat aan de haak. Ja. Jij gaat aan de make-up. Ik ga eventjes de zonnebloemen die opkomen. Die gaan behoorlijk hard. Ga ik er eventjes een zootje verwijderen.
En een paar, eentje overplanten en de andere eventjes gewoon even verplaatsen, dat er nog 3 in zo'n bak zitten. En de rest is, ja, dat is gewoon over. Ik pak de grootste. Oké. Eventjes een beetje aanpassen. Dus. Oké. En mail ons later weer. Hallo, op deze woensdagavond inmiddels alweer. Tijd om weer een pakketje uit te pakken. Ik heb alweer het tasje met alle cadeautjes klaar liggen. Vandaag geen extra pakketje, dat hebben we morgen weer. Dus we gaan alleen het pakketje van dag 3 uitpakken. Van de Amelisli 12 Days of Japan steekmarkeerder adventkalender. De volgers op Instagram vinden het ook erg leuk om het allemaal voorbij te zien komen. Want er wordt ook lekker gelijkt en op gereageerd ook. Dus ook deze gaat straks natuurlijk op de foto naar Insta toe. Zo, eens even kijken. Oh, leuk. Kijk. Volgens mij is dit wel echt richting Hello Kitty. En er niet heel erg in thuis. Eens kijken bij Hello Kitty. Oh ja. Ja, volgens Dennis dus Hello Kitty. Hij is leuk, hoop. Rebel. Onze rissige Hello Kitty is hier bezig. Ja, die zit niet. Ja, ga maar lekker zo. Nee. Oeh. Hij zit tegen die camera aan. Achteruit. Ga aan de kant. Ja, maar muts. Nou, ben ik gelijk een beetje wasig. Maar ja, dat zijn jullie inmiddels wel van me gewend dat ik wasig ben. Wat? En is dat achter het scherm even grappig. Kijk, maar weer echt een leuke steekmarkeerder op dag 3. Ga ik zo direct weer even een fotootje van maken uiteraard. En ook weer op Insta plaatsen. Dan kan iedereen hem daar ook weer gezellig voorbij zien komen. Nou, en dan ga ik zo direct weer verder aan de haak. Het wordt een hele grote uitdaging om te haken aan de deken, want daar ben ik nog steeds mee bezig. Ik ben nu bezig met de rand, dus dat is continu een hele ronde om de complete deken heen. Mijn steekaantal, dat klopt nog steeds, dus daar ben ik ook wel erg happy mee. Maar de rondjes worden steeds langer, langer en langer. Ik zit inmiddels op rondje 14 van de 43 waren het er volgens mij, dus nog langer weg te gaan. Dit is dus de rand tot nu toe. En zoals je kunt zien, is de rand ook opgebouwd op basis van wat er dus in de vierkanten ook voorbij komt. Dit leuke kartonrandje, dat gaat uiteindelijk ook terugkomen in de rand. En de bobbelsteekjes, die komen ook terug in de rand. En dus die hele mooie opengewerkte rand zit er ook in. Die komt volgens mij nog een keertje terug in de rand. Dus genoeg te doen nog wat dat betreft. Dus daar ga ik me zo direct weer lekker op focussen. Ik ben nu met volgens mij de laatste zijkant van de reliefsteker. Dus ik moet echt allemaal reliefstokjes achterlangs maken. Best klusje, maar goed. Hij gaat goed, dat zeg ik. Mijn stekenaantal, dat klopt nog steeds. Aan het eind van de week zal ik hem ook weer even op tafel uitleggen, Hero. En dan zal ik het ook aan jullie laten zien natuurlijk. Maar dan ga ik ook weer even een fotootje maken, zodat jullie ook eventjes de vorderingen wat dat betreft kunnen zien van de deken. Dus daar ga ik me nu lekker op focussen. Ik ga lekker mijn serie aanzetten. Ik heb op basis van de aanbevelingen van jullie van vorige week vlog, heb ik een serie uitgezocht op Disney Plus. Ik kreeg De Veil heet die volgens mij. V-E-I-L. Veil, Veil. In ieder geval, die serie kreeg ik als aanrader aangeboden. Ben ik mee begonnen en ja, echt een aanrader. Ik vind hem heel erg goed. Ik ben net klaar met aflevering 2. En dat pakt goed. Gelijk vanaf aflevering 1 zet ik er al gelijk goed in. Het is ook best wel grappig om te zien dat het dezelfde actrice is als in The Handmaid's Tale. Dat is ook een serie die ik alles van gezien heb. Dat vond ik ook echt een geweldige serie. Ik zit ook echt met smart te wachten op het laatste seizoen.
heel erg benieuwd hoe dat allemaal verder gaat. Maar ook deze serie, heel erg goed. Het is ook echt weer een verhaal waarvan je denkt van welke kant gaat het op. Echt een boeiend verhaal ook. Dus die ga ik lekker aanzetten. En dan lekker dus verder aan de haken. En dan zien jullie mij morgen weer terug voor dag 4 van de adventkalender. Dan mag ik dus weer 2 pakketjes uitpakken. Dus ja, morgen gaan we weer steek mijn kinderen uitpakken. Zo, en toen was het alweer donderdagavond. Bijna 8 uur. Ik ben net thuis. Bedrijvig dagje gehad. Wel heel productief geweest. Dus dat is wel heel erg fijn. Ik heb in ieder geval een hele mooie planning kunnen maken voor trainingen die ik uiteindelijk gegeven samen met een collega op onze locatie. Ik heb een tijdje terug ook al wat over verteld dat ik toen de training volgde voor VR-bril omgaan met dementie. Nou, die heb ik succesvol afgerond en ik ben daar dus nu zelf trainer voor. En samen met mijn collega-trainer hebben we dus een planning in orde gemaakt om dus uiteindelijk collega's die scholing ook aan te kunnen gaan bieden. Dus daar zijn we vandaag lekker mee bezig geweest. Andere dingetjes nog gepland. Vervolgens nog een uitgebreid overleg gehad op school. Een van de vele scholen waar wij mee samenwerken qua stages en baby-ellers bij ons. Dus goed al. Lekker productief dag gehad. En in principe is nu mijn weekend begonnen. Morgen is het vrijdag. Dan werk ik niet, want morgen ga ik weer onder het mes. Heel fijn. Ik heb namelijk in januari dit jaar, was het volgens mij alweer. In ieder geval begin van dit jaar heb ik hier in mijn kaaklijn echt een mega ontsteking gehad. Het was uiteindelijk een kieste die daar zat. En die niet helemaal lekker weggehaald is. Zo fijn. En daar ga ik dus morgen opnieuw voor onder het mes. Dat die ontsteking er toen in zat, die kieste dus. Is het door de vervangend huisarts opengesneden, uitgeknepen, kuurtje gekregen. Maar goed, er zit nog steeds een restantje in. En om te voorkomen dat het uiteindelijk weer gaat ontsteken, gaat morgen daar dus het restantje voor weggehaald worden. Dat zit hier, echt achter mijn kaaklijn in mijn hals. Daarvoor ga ik naar de plastisch chirurg. Kan ik in ieder geval zeggen, ik heb ook plastisch chirurgie ondergaan. Pepper, ga weg. Dus ja, de huisarts die wou er niet aan beginnen. Gezien het feit dat het daar zit, lopen heel veel zenuwen. Spiertjes, bloedvaatjes en dat soort dingen. Dus de huisarts had zoiets van, daar ga ik me niet aan wagen. Ik ga eventjes doorsturen naar het ziekenhuis. Daar ben ik uiteindelijk toen geweest. En het heeft dus een behoorlijk tijdje geduurd voordat ik dus uiteindelijk geholpen word. Maar goed, in ieder geval, het gaat morgen gebeuren. Vroeg op de ochtend, ik moet er om 9:10 zijn. Dus dan lig ik als het goed is al op de snijbank. En dan gaan ze hem weghalen. Maar goed, ik denk maar zo, het stelt niks voor. Het is gewoon een restantje wegsnijden, gaat de verdoving in. Nou, dat is het meest vervelende van alles. Daarna halen ze het weg. Er gaat waarschijnlijk een hechtinkje in, want dat is op dit moment niet ontstoken. En that's it. Ik heb ook zoiets van, joh, weet je, dat het toen echt ontstoken was, dat ik echt zo'n poffert van een wang had. Toen deed het echt heel erg zeer, met een hele heftige nasleep. Dus ik heb zoiets van, joh, dat heb ik in ieder geval overleefd. Dan overleef ik dit ook wel. Dus dat gaat morgen gebeuren. Dan ga ik jullie weer even op tafel zetten voor dag 4 inmiddels alweer van de steekmakkeertjes van Amelisli. Ik heb mijn tasje alweer klaargelegd. Aan deze kant zijn de steekmarkeerders. En ik had volgens mij ook weer een extra cadeautje. Ja, klopt. Voor dag 4. Nou, kom. Ja, dat is deze. Extra cadeautje. En dus ook weer een steekmarkeerder vandaag.
gaan we gewoon eerst weer eventjes het extra cadeautje uitpakken. Oh, leuk. Kijk, dit is dus het etuietje waar uiteindelijk alle steekmarkeringetjes in opgeborgen kunnen worden. En die is gemaakt door de meiden van Hobbybags. Mooi bloemig etuietje. En ik ga er maar eventjes van uit dat dit de sakura is. Dat is ook iets typisch Japans. Dat is een hele mooie boom. Het ruikt ook echt ontzettend lekker. Bij Rituals heb je ook Rituals of Sakura. Dat is de witte lijn en die ruikt zo lekker. Daar lijkt deze heel erg op. En dat is natuurlijk mooi in de stijl van Japan ook. Maar dit is dus het uiteindelijke opberg etuietje waar we alle steekmarkeerdertjes in op kunnen gaan bergen. Dus superleuk. Heel erg mooi ook. Leuk, 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 leuk. En dan de vierde steekmarkeerder. Zullen we hebben. Oh, leuk. Het is ook weer een flinke. Volgens mij. Ik hoop dat ik het goed uitleg. Maar is dit een manga poppetje? Nou, oh, omdraaien. Kijk. Ook weer heel erg mooi. En een grote ook. Maar dat is ook volop in Japan van die manga strips. En ik hoor het graag als ik het fout heb, maar ik heb dus het vermoeden dat dit dus ook een manga poppetje is. Manga meisje. Echt wel weer een hele leuke steekmarkeerder. En dat zeg ik, het is een flinke dit keer. Maar ondanks dat het een grote steekmarkeerder is, licht gewicht, dus dat is ook wel weer heel erg fijn. Dus niet de steekmarkeerder die gelijk je hele werk uit elkaar loopt te scheuren. Vanwege het gewicht. Het is gewoon licht gewicht. Dus superleuk. Ga ik zo direct weer even een fotootje van maken om op Insta te plaatsen. Want daar wordt ook heel veel op gereageerd. Dus daar gaan we hem ook gewoon lekker delen strakjes. Dan leg ik dat vast eventjes leuk neer op tafel. En dan heb ik nog twee andere dingetjes laten zien die vandaag binnen zijn gekomen. En begin ik eerst met deze. Echt, ik heb, nou, zoals jullie misschien wel weten, wat staat daar? Heb ik daar een karretje staan waar eigenlijk al mijn handwerkspulletjes op staan opgestald of aangehangen zijn. Maar ik vind het altijd zo'n rommeltje. En toen zag ik deze voorbij komen. En toen had ik echt zoiets van, perfecte oplossing. Want dan kan ik een hele hoop in kwijt. Waardoor ik op mijn karretje heel veel ruimte ga creëren. En het is tevens ook gewoon uit het zicht. Het staat gewoon netjes ook. Het is nu gewoon wat rommelig, zeg maar. Dus ik heb, het is eigenlijk een nijkistje. Opbergbox geval gekocht van Prim. En echt, je kan er zo ontzettend veel in kwijt. De bovenkant, deze dus, dat zijn kussentjes. Dus daar kan je eventueel nog allemaal naaldjes in steken ook. Ga ik niet doen, want we hebben hier twee terrorladies in huis. Die vinden het heel erg leuk om dat er natuurlijk uiteindelijk weer uit vandaan te gaan halen. En daarmee te gaan lopen clearen. Nou, dat gaan we natuurlijk niet doen. Maar die kan je dus opentrekken zo. Kijk, en dan heb je allemaal mooie opbergvakjes. Nou, en geloof me, ik heb heel veel spul wat daarin kan. En je kan hem dus ook nog. Hij gaat nu nog een beetje stroef. Maar je kan hem dus verder opentrekken nog. Kijk, en dan heb je hier dus ook nog allemaal ruimte. Hier nog een vak. Hier een vak. En hier een vak. En daar kan ik ook gewoon heel veel in opbergen. Daar wil ik dan echt voornamelijk allemaal haaknaalden in op gaan bergen.
Lijkt me gewoon veel handiger, want ik loop nu gewoon echt af en toe te clearen met het pakken van een haaknaald ook. Dan moet ik echt mijn halve karretje eerst, niet doen Rebel, eerst mijn halve karretje leeg halen om er überhaupt bij te kunnen komen. Dus ik had zoiets van, ja, we gaan deze gewoon doen. Dat is gewoon allemaal even wat meer opgeruimd ook. Ik krijg dan meer ruimte op mijn karretje ook, dus die heb ik besteld. Een nijdoos ding van Priem. Ik ga even kijken of ik hem ook toevallig even ergens in een webshop kan vinden. Dan zal ik hem ook even linken voor jullie. Rebel aan de kant. Zodat jullie dus, als jullie eventueel ook geïnteresseerd zijn, om ook eventueel zelf aan kunnen schaffen. Ik ga mijn best doen om hem ergens te zoeken. Om hem ergens te kunnen gaan linken. Ik heb hem zelf bij de grote handel besteld. Dus ik heb verder eventjes niet gekeken waar hij nog meer verkrijgbaar is. Dus die heb ik in ieder geval binnen. En daarbij Scheepjes heeft nieuwe kleurtjes op de markt gebracht van hun bestaande garen al van de Arcadia. Ik heb daar toen ook een keer een review video van gemaakt van de Arcadia. Zal ik ook even link in de beschrijving onder deze video. Ik ga hem even uitpakken, alle drie, zodat jullie de kleurtjes kunnen zien. Dit zijn drie kleurtjes die ik dan heb. Er zijn er meerdere bijgekomen. Er waren al 12 kleurtjes van Arcadia zo uit mijn hoofd. Maar er zijn dus nieuwe kleuren bijgekomen. Kijk, dit is de Arcadia. En deze lijn heet de Tones. Kijk, staat eronder ook. Dus het is een aanvulling op de al reeds bestaande Arcadia lijn. Deze heet dan Outback. Dat is voornamelijk oranje gekleurd. Dan heb je ook nog deze en dat is de Bamboo. Dat is een hele mooie groene tint. Beetje mintgroen tintje ook. En dan de Sahara. En die is geel. Woestijnkleurtje, woestijnzand. Zo'n mooie geel tint. En het zijn ook weer van die zelfstrepende sokkengarens. Er zijn dus nog meer kleuren van op de markt gekomen ook. Gaan jullie eens aan de kant, joh. Mutsies aan de kant. Er zijn meerdere kleurtjes bijgekomen. Ik link ook deze eventjes in de beschrijving. Deze gaat naar Karo's Atelier, want daar werk ik natuurlijk samen mee. En die hebben ook Arcadia in hun assortiment. Dus dan link ik daar eventjes heen, zodat jullie daar alle kleurtjes kunnen gaan bekijken. Maar de Arcadia is dus een sokkengaren van Scheepjes. Scheepjes heeft allemaal verschillende soorten sokkengarens. De Metropolis en de Downtown die vallen onder het witte label. Dus dat is het wat luxere segment van sokkengaren. Nou, dit is het bruine label, het Crafters label. En dat zit meer in het middensegment. Dit is zo uit mijn hoofd €7,95 voor een bol. Maar goed, dat kun je allemaal terugvinden op de site van Karo's Atelier natuurlijk, de prijsjes. Daar kun je ze dus gewoon gaan shoppen. Maar er is dus een hele reeks met nieuwe kleurtjes uitgebracht door Scheepjes in deze lijn. En dat geeft ook aan dat het een hele succesvolle lijn van sokkengaren is. Heel erg fijn garen om mee te werken. Ik heb er toen een review video van gemaakt. Maar ik heb ook inmiddels al een deel ermee gefilmd voor een tutorial. Want ik ben daar een tutorial mee aan het filmen. Engels en Nederlands voor Deirdre. Een van haar patronen, die haak ik met dit garen. Heel erg jammer dat deze kleurtjes nu uit zijn gekomen, want dit is zo mij. Maar goed, ik heb evengoed ook andere leuke kleurtjes gebruikt in die tutorials ook. Maar het haakt echt ontzettend lekker, dit garen. En het is dus een sokkengaren in ieder geval. Hier 75% superwash virgin wool en 25% polyamide. En polyamide zorgt dus voor dat het wat slijtvaster wordt. Maar ja, super gaaf. Nieuwe kleurtjes. En echt, ik vind ze zo gaaf. Zo mooi. En het leuke is dus aan deze garenlijn, deze kleuren, dus dat het toont zijn. Dus het zijn allemaal dezelfde tinten. Deze is allemaal in het geel. Dus dat zijn allemaal geel tinten. Nou, oranje tinten, groen tinten.
En zo heb je dus nog een aantal andere kleurtjes die erbij zijn gekomen. Je hebt ook nog solid. Dat zijn dus Arcadia bollen echt in één kleur. Die kun je dus dan eventueel als aanvulling gebruiken op deze garens. En er zijn er nog twee in de standaard Arcadia lijn toegevoegd. En dat zijn bollen met meerdere kleuren in een bol. Dus ja, superleuk. De Arcadia lijn van scheepjes is uitgebreid. Echt ontzettend leuk dat ze op deze manier ook echt garenlijnen aan het uitbreiden zijn. Want ze zijn laatst natuurlijk met de Stonebust hebben ze er de Minerals toegevoegd. Echt weer een hele nieuwe toevoeging in de Stonewashed Riverwashed lijn. Minerals die zijn ook echt ontzettend mooi. En in de Katona hebben ze de Chroma toegevoegd. En dat is dus het vertrouwde Katona katoen garen. Alleen dan met meerdere kleurtjes erin. Dus ook gemaleerd garen is dat. En dat is ook gewoon echt ontzettend leuk. Want die kun je dus daardoor ook samengevoegen met je enkelkleurige Katona. En ik vind het gewoon super leuk dat scheepjes op die manier bestaande lijnen uitbreiden met extra toevoegingen. Dus dit zijn dus de nieuwe drie kleurtjes in ieder geval. Van de, ik weet niet hoeveel erbij zijn toegevoegd. Maar echt weer een hele leuke uitbreiding. En dit is dus ook echt ontzettend leuk garen om te gebruiken. Echt bijvoorbeeld als jij een sokkenbreier bent. Want er zit 396 meter op een bol. Dus dat is echt wel genoeg voor een paar sokken. Maat 46, bijvoorbeeld een heel paarmaker, dat voert krap aan. Maar ja, ik red het met gemak, want ik brei nooit volledig sokken. Als ik sokjes brei, dan zijn het van die kousenvoetjes. Dan heb je echt aan één bol meer als genoeg. Dan krijg je echt nog een paar sokken uit vandaan. Dus we kunnen weer lekker aan de brei. Sokken breien. Maar ik ga er lekker mee haken. En dat gaan jullie in de toekomst gewoon lekker voorbij zien komen. Dus dat. Alle nieuwe dingetjes laten zien. Zo, hallo op deze vrijdagmiddag. 3:10. Ik ben weer een beetje in het land der levenden. Ik moest natuurlijk vanmorgen vroeg naar het ziekenhuis toe. Vanwege het weghalen van het restantje kiesten. Wat ik heb gehad zitten. Nou, dat is inmiddels gebeurd. Er zitten hechtingen in en er zitten nog hechtpleisters overheen. Ik merk wel dat het weer een beetje tijd begint te worden voor pijnstillers. Dat trekt heel erg. Nou, dat heb je voornamelijk altijd echt de eerste dagen dat je daar gewoon het meest last van hebt. Dus dat gaan we straks gewoon eventjes lekker innemen. Maar het is meestal een reuze meegevallen. Dat zei ik gisteren natuurlijk ook al, van ik kijk er niet heel erg tegenop. Het gaat waarschijnlijk veel makkelijker worden dan het weghalen toen de tijd van de ontsteking die erin zat. Even mijn tv-geluid uitzetten. Ga eens nou net weer beginnen met filmmuziek uitzenden. In dat bakje van YouTube. Maar goed, het is me reus meegevallen. Het meest vervelende was toch wel echt weer de verdovingsprikken. Ja, die zijn nooit leuk. Prikken heb ik over het algemeen nooit last van. Maar die verdovingsprikken, dat zijn echt krengen, joh. Echt vreselijk. Ik merkte op een gegeven moment ook nog wel een beetje dat ik weer last van ging krijgen van een flauwte. Is bij mij echt zo gebeurd met dat soort dingen. Maar dat kwam ook deels door het doek wat over me heen lag. Dat gaf ook benauwdheid. En als elke keer als dat doekje even omhoog deden, kreeg ik normaal zuurstof. En dan zakte het ook gewoon weer weg. Maar geen flauwte gehad. Ik heb het gelukkig tegen kunnen werken. Maar het snijden is gelukt. Het is weg. Dus nu genezen. Hechtingen moeten er dan nog eventjes uitgehaald worden over 10 dagen. Maar dat ga ik gewoon eventjes regelen op mijn werk. Dus het voordeel is in de zorg werken natuurlijk. En dan ga ik tegen die tijd gewoon even kijken of er toevallig een leerling aanwezig is die het misschien nog als puntje heeft om het af te tekenen. Dan mag die dat gewoon lekker gaan doen. Dus dat. Ik zou jullie deze week ook nog eventjes een updateje geven in zijn totaliteit van mijn Kamala deker. Dus die heb ik net eventjes hier op tafel neergelegd en ook eventjes een fotootje gemaakt om toe te kunnen voegen. Draai jullie even om. Kijk, hier zien jullie hem in totaliteit. En voor de foto is het altijd eventjes leuk als je hem een beetje op een speels manier op tafel legt. Kijk, je ziet zo dus heel mooi de blokken. Je ziet dan wel inderdaad dat het randje wat gebruikt is om hem aan elkaar te zetten nog best strak is. En ook nog wel wat bol staat. Maar goed, het wordt allemaal opgeheven
als de deken geblokt wordt tegen de tijd dat ik hem klaar heb. Kijk, en hier zien jullie dus ook mooi het randje ontstaan. En ook daarin is het strakjes belangrijk dat het even geblokt wordt. Want dan komt dat opengewerkte van de rand ook mooi tot zijn recht. Eigenlijk een beetje wat je dus ook hier in de blokken ziet. Dat moet uiteindelijk ook in de rand komen. Je ziet hem af en toe ook nog een beetje golven, hobbelen. Maar dat komt ook door de manier waarop die hier op tafel ligt. Dus ook dat gaat uiteindelijk verholpen worden als de deken geblokt wordt. Tevens vraag ik je aan jullie dan. Ik heb in een... wat was het? 2018, 2019 of zoiets was dat. Heb ik toen de Rosetta deker gehaakt en helemaal gevlocht. En als afsluiter ook geblokt. Vinden jullie het fijn om een idee te krijgen ook van wat blokken inhoudt als ik daar video's voor ga maken? Ik kan natuurlijk dan ook deze deken daarin meenemen van hoe ik deze ga blokken tegen de tijd. Maar er zijn zoveel manieren om haak- en breiwerken te blokken. Vinden jullie dat fijn als ik daar een hele reeks video's van ga maken voor de verschillende technieken, manieren van het blokken van je haak- of breiwerk? Dat zal dan voornamelijk denk ik even haakwerk gaan worden. Ik heb niet heel veel breiwerk volgens mij wat ik ervoor kan gebruiken. Maar laat het maar gewoon eventjes in de reacties weten of jullie daar eventueel behoefte aan hebben. Want ik weet inmiddels dat er best wel wat mensen zijn die vaak horen blokken. Wat is dat? Nou, mocht jij dat hebben en mochten jullie zoiets hebben van joh, weet je, ik wil dat eigenlijk wel weten. Laat gewoon even een reactie achter. Dan kan ik daar gewoon een reeks video's voor opnemen. Ondertussen even aan het gereed maken om hier aan tafel te zitten. Want dan kan ik daar gewoon verder even uitleg over geven. Ook van wat het nou precies inhoudt. Waarom je dat bijvoorbeeld ook doet. Voorbeelden, nabeelden laten zien. Wat dus het resultaat is van het blokken van je werk. Dus laat het gewoon maar even weten in de reactie. Of jullie daar eventueel behoefte aan hebben. Want dan... kan ik dat voor jullie gaan filmen? Want het is niet echt heel erg ingewikkeld om te gaan doen. Wel de grote projecten, maar goed. Laat het maar gewoon eventjes weten. Gaan we nog even als afsluiter steekmarkeer eruit pakken van dag nummertje 5. Vandaag geen extra cadeautje. Dat hebben we morgen weer. Dus we gaan vandaag alleen een steekmarkeer eruit pakken van dag 5. En ik had het even nagevraagd aan Alexa voor de steekmarkeerder van gisteren. Het is inderdaad een manga poppetje. Want we gaan nu een beetje de stripkant op van de steekmarkeerders. Dus allemaal een beetje stripfiguurtjes. Dus die manga stripfiguurtjes gaan we nu krijgen. Oh, dat is ook weer heel erg leuk. Kijk. Ik noem het maar even een konijntje. Hij is echt ontzettend leuk ook weer. Maar dit is dus ook weer een cartoon figuurtje. Denk ik. Maar echt weer een heel leuk steekmarkeerdertje. Dus die kan ook weer mooi bij de collectie toegevoegd worden. Daar ga ik zo direct ook weer eventjes een fotootje van maken. Volg op Insta. Voor alle Insta-volgers. Zeg ik, het blijft ook ontzettend leuk om daar actief bezig te zijn en daar het contact allemaal te hebben. Dus mocht je nog geen Instagram hebben, je kan me gewoon volgen. Mike's Creatieve Wereld staat standaard altijd in de beschrijving onder elke video. Dus daar kun je dan ook direct op tikken om op mijn Instagram te komen. En anders gewoon onder Mike's Creatieve Wereld kun je me vinden. Het is gewoon een openbaar profiel, dus je kan hem opzoeken en gelijk volgen. En dan kun je gewoon alles lekker meekijken ook, dus... mocht je me daar nog niet volgen en Instagram hebben, ga me vooral volgen daar. Vind ik ook heel erg gezellig als jullie dat doen. En het is ook een hele leuke plek dat als je bijvoorbeeld projecten gemaakt hebt, wat ik gefilmd heb, om mij daarin te taggen of mijn hashtags erin te gaan gebruiken. Zo, want dan kan ik het ook allemaal zien en ook dat wordt met regelmaat gedaan. Er is dus nu ook iemand die ook deze steekmarkeerder kalender heeft gedaan naar aanleiding van... wat ik allemaal heb laten zien de voorgaande keren. En ook die tagt mij nu volledig. En het is zo leuk om te zien. En ook gewoon leuk om terug te lezen. Dat diegene er ook gewoon echt ontzettend blij van wordt. Om dit allemaal uit te pakken. Dus het is echt heel erg leuk. Maar ook andere dingen. Als jullie bijvoorbeeld dingen gekocht hebben.
wat ik heb laten zien in video's. Tag me vooral als je dat deelt op Instagram, want dat vind ik echt alleen maar leuk om te zien. Ik krijg ook nog wel eens her en der privéberichtjes van kleine ondernemers die ik dus aandacht heb gegeven in vlogs van mij. Met van super dankjewel, want je bent benoemd in aankoop. Door jou zijn ze bij me terechtgekomen, daar wil ik je voor bedanken. En dat vind ik gewoon echt ontzettend leuk om terug te zien. En ja, daarmee wil ik ook gewoon de kleine ondernemers allemaal een beetje steun geven ook. Noem ik misbruik van mijn bekendheid. Nou, ik noem het geen misbruik, maar het is gewoon bekendheid inzetten om ook andere kleine ondernemers een podium te geven. Want er zijn er echt zat die dat gewoon ook echt verdienen. En die krijgen dan ook gewoon echt die aandacht van mij in video's. En het is dan ook gewoon echt heel erg leuk om terug te lezen en terug te zien. Dus dat dat ook effect heeft. En dat ze daar dus ook echt heel erg happy voor worden. En daar word ik uiteindelijk ook weer heel erg happy van. Want ik vind het gewoon echt heel erg leuk om mensen blij en vrolijk te maken. En als je dat dan terugkrijgt, dan word ik er ook blij en vrolijk van. En dan heb ik echt zoiets van, yep, top. Doel voor vandaag weer bereikt. Ik heb weer in minimaal 1 iemand blij weten te maken. En dat vind ik gewoon echt super tof. Jullie kunnen me trouwens ook heel blij maken door natuurlijk eventjes te gaan abonneren op mijn kanaal. Voor als je nog een abonnee bent, want ik had nog in mijn statistieken gezien dat best een groot percentage van jullie vaker mijn video's kijken, maar nog niet geabonneerd zijn. Dat zit op 40%, dus het is toch best wel een groot gedeelte wat vaker mijn video's kijkt, maar nog niet geabonneerd is. Dus mocht jij onder die 40% vallen, klik even op die abonneerknop. Kost je helemaal niks, maar mij maak je er heel erg happy mee. Dus klik er vooral eventjes op en wil je dan niks missen van mijn kanaal, druk dan ook even op het belletje wat verschijnt als je op die abonneerknop geklikt hebt. Want dan krijg je een melding als er een nieuwe video verschijnt. En mocht je deze video leuk gevonden hebben, daarmee helpen jullie mij echt ontzettend hard. Geef hem eventjes het duimpje omhoog, want dan gaat het algoritme van YouTube aan de bak. En dan krijg je aanbevelingen op allerlei andere plekken, gaan meer mensen mijn kanaal ontdekken. En daarmee helpen jullie dus ook mijn kanaal te laten groeien. En ook daar maken jullie mij heel erg happy mee. En de reacties achterlaten onder de video's vind ik ook altijd erg leuk. Altijd leuk om terug te lezen ook. Ik lees ze ook echt allemaal. Het schiet er alleen weer even een beetje bij in om ze dan ook weer even een duimpje omhoog te geven. Want ook dat kan ik natuurlijk doen. Maar dan ben ik het gewoon lekker even aan het doorscrollen. En dan vergeet ik eigenlijk altijd de duimpjes te geven. Dus met als gevolg dat ik nu weer echt een enorme rits met berichten heb waar ik eventjes een duimpje op moet gaan geven. Maar goed, ik probeer het te doen. Maar ik lees ze echt altijd allemaal. Ik heb een aparte YouTube Studio app op mijn telefoon staan. En daar staan ook de reacties altijd netjes in vermeld ook. Dus daar kan ik ze allemaal zien. Zelfs al reageer je op hele oude video's van mij. Wat van de week bijvoorbeeld ook een keer gebeurd is onder een verfvlog video. Zelfs die reacties zie ik ook echt. Alle reacties die geplaatst worden komen in mijn app te staan. En kan ik dus gewoon zo teruglezen. Dus laat ze ook gewoon vooral lekker achter. Dat vind ik echt ontzettend leuk om te lezen. En dan ga ik bij deze het vlog beëindigen. Is genoeg te laten zien. Ik heb genoeg laten zien ook. Het wordt weer een klusje denk ik om deze te bewerken. Dus daar ga ik me straks lekker mee bezighouden. Ik ga jullie weer heel erg bedanken voor het kijken naar dit weekvlog. Volgende weekvlog gaan we natuurlijk lekker verder met het uitpakken van het pakket van Amelisli. Want we zitten pas op dag 5. En er zijn 12 dagen in totaal. Dus volgende week gaan we daar gewoon lekker verder mee. Dus dan gaan jullie ze ook allemaal weer zien. Ik ga natuurlijk ook lekker verder aan de haak voor mijn deken. De Kamala deken van Tatjana. Echt zo'n leuk dekentje. En ja, verder gaan we wel weer zien wat volgende week allemaal gaat brengen. Dus dank in ieder geval voor nu. Ik ga jullie een heel fijn weekend wensen. Een hele fijne dag, avond, nacht, wanneer je dit ook mag kijken. Laat ook gewoon weer even gezellig weten waar jullie eventueel mee bezig zijn. Want ook dat vind ik altijd erg leuk om te lezen. En dan zeg ik voor nu in ieder geval dank jullie wel. En tot volgende week. Doeg!